Red Bull Racing hoopt dat na maximaal verstappen ook Daniel Ricciardo zijn contract bij het Oostenrijkse team verlengt. Martijn Bas Christian Horner benadrukt dat Australiër alle tijd krijgt om een keuze te maken. Het vijfjarige contract van Ricciardo bij Red Bull loopt na volgend seizoen af. Verstappen tekende anderhalve week geleden al bij tot eind 2020 en het team heeft dezelfde intentie met de teamgenoot van de Limburger. Ricciardo is nu 28 jaar en staat voor een belangrijke stap in zijn loopbaan. Zegt Horner, we willen graag met hem verder en geven hem de tijd, ook als het zes maanden moet duren. Volgens de 43-jarige Brit zou het geen ramp zijn als Rick Siardo, die wordt genoemd als potentiële versterking voor Mercedes of Ferrari, niet bijtekent. Als hij zou besluiten om te vertrekken, dan hebben we met Carlos Sainz een de vangnet, Sainz, die net als Verstappen voortkomt uit het project van Red Bull Racing. Stapte onlangs over van Satelliet Team Toro Rosso naar Renault. Anderhalve week geleden liet Ricciardo weten enigszins verrast te zijn door de vroege contractverlenging van Verstappen, die nog tot eind 2019 vast lag bij Red Bull. De vijfvoudig Grand Prix winnaar zei toen al geen haast te hebben met de nieuwe verbindenis, dus Verwacht van mij geen snel besluit, liet hij weten. Ik was verrast door het moment, zo vroeg al. Maar ik weet ook dat Verstappen zich gelukkig voelt bij het team, dus in die zin ben ik weer niet verrast. Rick Sciardo maakte in 2011 zijn Formule 1 debuut voor Hispania Racing en reed in 2012 en 2013 voor Toro Rosso, waarna hij promoveerde naar Red Bull. De 20-jarige Verstappen won zondag in Mexico zijn derde Grand Prix. mercedes Schrijder Lewis Hamilton pakte op het autodromo Hermanus Rodriguez zijn vierde wereldtitel. Er volgen nog races in Brazilië en Abu Dhabi.